de mooie Utrechtse heuvelrug. Ja, ik zie jullie denken, wat heeft dat met de Medical Delta te maken? Of met de innovatie in de zorg? Nou, eigenlijk helemaal niets. Maar ik was hier in 1997, dat was een paar maanden voor mijn promotie. En ja, dan ga je nadenken over je toekomst. Voor mij stond de vraag centraal, wat is mijn toekomst? Ga ik in de academische wereld blijven? Geweldige promotietijd gehad. Of ga ik toch naar het bedrijfsleven, bijvoorbeeld naar Philips? Mijn vader heeft zijn hele carrière bij Philips Research gewerkt. Prachtige werkplek en als jongen mocht ik daar ook rondkijken. Dus ik had met beide affiniteit. Maar uiteindelijk heb ik toch gekozen voor de academie. En ik ben na een paar jaar in het UMC Utrecht gewerkt hebben, kreeg ik de mogelijkheid om naar het Erasmus MC te gaan en naar de TU Delft te gaan om te werken in de Medical Delta. En daar doe ik onderzoek op een eigenlijk soortgelijk gebied als professor Boudewijn-Ledeveld net heeft laten zien. En ik wil één specifiek deel van het onderzoek hier even laten zien. Dat is gekoppeld aan de Rotterdam-studie. En de Rotterdam-studie is wereldwijd werkelijk een unieke studie. En het is een unieke studie omdat we kijken naar gezonde mensen. We kijken naar gezonde mensen, 45 jaar en ouder, en we vervolgen ze. En we verzamelen heel veel informatie over deze personen. Waarom doen we dat? Als we kijken naar ons leven, dan gelukkig zijn we het grootste deel van ons leven gezond. Maar de laatste jaren, en het is een steeds groter toenemend probleem, zijn er steeds meer mensen chronisch ziek. En onze kennis concentreert zich heel sterk rond die periode dat we ziek zijn. U komt pas bij de arts op het moment dat u klachten heeft. En zelfs als we screeningstudies doen, doen we dat in populaties met een verhoogd risico om het begin van de ziekte te ontdekken. Maar een heleboel van de belangrijke ziekten die we aan willen pakken, denk aan cardiovasculaire aandoeningen, denk aan dementie, hebben een heel lang preklinisch traject. Een traject van 10, 15 jaar dat de ziekte sluimerend aanwezig is, maar nog geen effecten heeft. Nou, daar willen we meer inzicht in krijgen, want eigenlijk zit in die jaren een window of opportunity. Als we dat beter gaan begrijpen, kunnen we misschien het ziekteproces eerder identificeren en een hele trendverschuiving teweeg brengen en gaan van behandeling naar ziekte naar het voorkomen van ziekte. Nou, dat is het domein waar bevolkingsstudies een rol spelen, zoals de Rotterdam-studie. Ik ga even verder met het voorbeeld van dementie, want een heleboel van mijn onderzoek richt zich op dementie. En u kunt bijvoorbeeld denken aan de ziekte van Alzheimer, de belangrijkste vorm van dementie. Wat we doen bij een bevolkingsstudie is, we proberen relatie te leggen tussen risicofactoren. Dat kunnen uw genetische predispositie voor een ziekte zijn, maar ook uw levensstijl, of u rookt of niet, of u gezond eet of niet. En uitkomst, in dit geval dementie. En gelukkig kunnen we met moderne technieken, dokter Van Hout gaf het al aan, het menselijk genoom heel goed in kaart brengen. Dus die genetische informatie kunnen we verzamelen in deze populatie. Maar verder is de hele relatie tussen risicofactoren en uitkomst vaak een black box waar 20 jaren overheen gaan. In de Medical Delta een purple box, pink box. Maar deze black box, die kunnen we gaan invullen. Want we verwachten toch dat er veranderingen zijn in het brein die optreden voordat we die klinische symptomen krijgen. En omdat we de MRI-scanner hebben, een scanner waarmee we niet invasief en zonder schade aan de deelnemers van de studie informatie kunnen verzamelen, kunnen we dat proces voordat de ziekte optreedt, inzichtelijk gaan maken. Dat doen we in de Rotterdam-studie. En het is werkelijk fascinerend met moderne MRI-technologie in een half uur hoeveel informatie we over het brein kunnen verzamelen. We kunnen kijken naar breinweefsel, naar connectiviteit in het brein, aanwezig zijn van kleine bloedingen in het brein, die allemaal indicatief kunnen zijn voor het aanwezig zijn van ziekte. Dan komen we bij het onderzoek van mijn eigen groep. Mijn eigen groep probeert uit die data zoveel mogelijk informatie te extraheren, om zo goed mogelijk alle deelnemers aan deze Rotterdam-studie te typeren. En dat doen we met de computer. We leren eigenlijk de computer zien, die beelden interpreteren. En dat is werkelijk prachtig. Het is bijna van schoonheid, dat het kunst is. Wat je kunt laten zien, wat u hier ziet, zijn bijvoorbeeld de witte stofbanen. Je kunt het zien als de verbindingswegen die de verschillende hersengebieden in staat stelt om met elkaar te communiceren. Maar dat kunnen wij voor alle deelnemers doen, voor alle 12.000 scans automatisch analyseren we deze beelddata.
En dat willen we natuurlijk naar de patiënt brengen. We willen deze informatie gebruiken voor betere diagnostiek. Hoe doen we dat? Hier ziet u een voorbeeld van een prototype werkstation, wat nu geëvalueerd wordt in het Alzheimer Centrum Zuidwest-Nederland. En hier komt iemand met geheugenklachten binnen en we analyseren de hersenscans van deze persoon op precies dezelfde manier als we alle scans van de Rotterdam Scanstudie hebben geanalyseerd. En dan kunnen we vergelijken. En ik vergelijk het altijd graag met het consultatiebureau waar u met uw kind komt. En dan kijken we of het gewicht normaal is of de lengte normaal is. Eigenlijk kijken we hier op honderden, zo niet duizenden aspecten of het brein normaal is of dat het iets afwijkt. En omdat we ook kunnen volgen of sommige mensen ziek worden, kunnen we zelfs voorspellingen gaan doen. Hebben we hier te maken met een patiënt die echt een grote kans heeft om bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer te ontwikkelen? Nou, als we deze informatie kunnen brengen naar het Alzheimer Centrum Zuidwest-Nederland, als we dat toe kunnen passen op 1000 scans, zouden we eigenlijk willen dat het toegepast kan worden wereldwijd. Nou is daar wel een enorme uitdaging en daar is samenwerking met de industrie van groot belang. Om uiteindelijk de dingen die we in concept ontwikkelen bij de universitaire centra, om die naar de maatschappij te brengen, heb je een hele ontwikkelstap nodig om te zorgen dat die software aan allerlei voorwaarden voldoet die de regelgevende instanties stellen. En daarom kom ik eigenlijk terug op de Utrechtse Heuvelrug. Hoewel ik ben begonnen in de mooie Utrechtse Heuvelrug en daar de keuze heb gemaakt voor een academische carrière, heeft mijn onderzoek in de academie geleid tot het feit dat we dachten, die technologie die we daar ontwikkelen, die moeten we ook naar de patiënt brengen. We hebben daarom een bedrijf gestart vanuit het Erasmus MC, een spin-off, waar nu ongeveer 10 mensen werken. Het bedrijf heet Quantip. En hier ziet u de huidige werknemers van het bedrijf op het dak van het bedrijf in Rotterdam. En we proberen daar mooie producten te ontwikkelen. En u ziet, als u heel goed kijkt hier op de achtergrond, we zijn maar met 10 mannen, maar op de achtergrond zit u het Erasmus MC, wat onderdeel is van de Medical Delta, waar een hele grote onderzoeksgroep het fundament heeft gelegd voor dit soort activiteiten.